Ah ja, dit, die plakkers hier, dat is voor die Panorama 6524. Maar binnenkort heb ik die plakkers niet meer nodig. Ik heb een alternatief gevonden. Ik ga het nog niet verklappen, maar ik zal wel een hint geven. Wacht, hè. Dit is de hint. Dus ik ga... Het is een systeem met heel dure lenzen. Dus ik ga voorlopig een adapter kopen voor Canon lenzen. Canon EF. En ik ga beginnen met deze. Ik denk dat die 50 euro of 60 euro kost, die lens. Een 50 mm 1.8. En als dat goed werkt met deze lens, zal ik nog kijken voor ofwel afhankelijk van of dat merk van goedkope lenzen wel of niet goed werkt, koop ik dan daarna nog andere Yongnuo is, denk ik. En als dat niet goed werkt, dan is dat merk. Dan koop ik gewoon de echte Canon lenzen. En dan de adapter. En daarmee geef ik al vrij veel weg. Dit is de adapter. Dus met die adapter kan ik die lenzen gebruiken op de camera die er aan zit te komen. Maar daar binnenkort dus meer over. Ik ben eigenlijk vooral benieuwd of dat... Het is een adapter met autofocus. Dus die heeft contacten, elektronische contacten. Dus je kunt het autofocus systeem van de camera blijven gebruiken. En die Canon lens... Op zich, van Canon zelf, kost de 50 mm 1.8, de goedkope versie, kost eigenlijk ook maar iets van 120 euro of zo. Ja, dat is eigenlijk het dubbele van deze Chinese kopie. Maar ik ben vooral wel eens benieuwd of dat die kopie wel of niet werkt. Zit in plastic blijkbaar. De lens zelf is ook van plastic, er zit geen diafragma ring op en dergelijke meer. Dus we zullen zien. Ze hebben ook een, ze hebben een beetje de standaard prime lens. Ze hebben naast de 50 ook een 35, een 85 en een 100 mm lens. Ze hebben minstens drie. Dus als dat wel goed werkt, is dat wel een goedkoop, leuk alternatief. En anders ga ik gewoon kijken bij Canon. Het is nooit voor de hand van Canon, heeft ook heel veel... Canon en Nikon hebben alle twee het grote voordeel dat ze enorm veel lenzen hebben al verzameld of gemaakt over de tijd. Canon is dan nog ooit eens overgeschakeld van lensmount, waardoor dat je wel moet opletten dat je de juiste lensbevestiging koopt. Is het van FD naar EF, denk ik. Kan verkeerd zijn, hoor. Terwijl bij Nikon en ze altijd dezelfde lensmount gebruikt, zijn ze nu pas overgeschakeld, nu dan ze naar de mirrorless. Het is eigenlijk pas met de mirrorless dat ze een nieuwe lensmount hebben geïntroduceerd bij Nikon. Maar dus ook van Canon heel veel tweedehands lenzen te vinden. En dit zijn typisch goedkope starterslenzen. Ik ben benieuwd, er volgt nog wel mijn bevindingen rond deze Yongnuo. En eigenlijk moet ik, want ik ga dat nu gebruiken met een Fujifilm systeem. Maar om goed te zijn, moet ik die lens eigenlijk ook wel een keer testen op een Canon camera. Dus ik ga een keer rondkijken of dat er iemand mij kan helpen aan een Canon camera. Want ik heb eigenlijk heel weinig Canon materiaal. En dan kan ik die lens vergelijken misschien ook met de echte Canon versie. Dat lijkt mij nog wel een goede test. Dat ik deze vergelijk, dus de goedkope met de echte Canon. En of dat wel de moeite is, want de Canon versie is eigenlijk ook helemaal niet zo duur. Dus daar binnenkort meer. En hier ook meer van.